Advocaat Franklin Truideman, die op 7 februari overleed, is vandaag ten grave gedragen op de begraafplaats Hodimihi Krastibi. Hofpresident Iwan Rasulbaks en Samantha Gajraj, deken van de Orde van Advocaten, behoorden tot de mensen die hem de laatste eer hebben bewezen. Truideman werd door velen beschouwd als een icoon in de advocatuur. Volgens Gajraj konden vooral jongeren een beroep op hem doen. Truideman was eerst rechter en werd daarna advocaat. Hij vormde samen met Merwin Dubois en Irene Lalji het advocatenteam van ex-minister Gilmore Hoefdraad, die verdachte is in de centrale bankaffaire. De jurist vierde op 30 januari zijn 87ste jaardag.